Uh, goedemiddag iedereen. Um, ik ben Cleo. Ik ben klinisch psycholoog, ontwikkelingspsycholoog, uh, praktisch theoloog. Ik heb een wereld, massa wereldreligies. Ik ga proberen voor jullie deze week advies te geven. Um, op vooral spiritueel, sowieso uh, op, 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 spiritueel, psycho-vlak. Ik zeg het allemaal helemaal verkeerd, maar. Um, ik neem het vandaag op in plaats van morgen. Ik hoop dat ik het vandaag nog geplaatst krijg, want het is al wat later op de dag. Ik kan er niks aan doen dan toch even tegen jullie te zeggen dat ik mij zorgen maak over mezelf in deze situatie. Uh, het loopt hier helemaal uit de hand. Ik voel me vandaag ook lichamelijk niet 100% omwille van dingen die gebeuren. Ik weet niet wat ik eraan kan doen. Dus ik vraag jullie als jullie voor mij willen bidden een gebedje zeggen dat het allemaal goed mag aflopen. Um, ik heb twee kaarten getrokken. Ik zal ze jullie die laten zien. Dus de eerste kaart is Muriel thuis. dat komt uit het dek van de wijsheid van engelen. Die ik heb overgenomen van een vriend van mij. En ik koop eigenlijk wel vaker deks zoals die van chakra's en zo en de maan. Om eigenlijk gewoon mezelf door middel van die deks meer te verdiepen in die materie. Ik ben uh, theoloog, maar ik heb totaal geen les gehad over engelen en dergelijke. En ik heb. Had totaal geen flauw idee waar ze allemaal voor stonden en wat ze allemaal konden doen. En ik was ook totaal niet ingesteld op engelen, maar dat is dus iets wat nu misschien aan het groeien is bij mij. Um, en het andere kaart die ik heb getrokken is de gezamenlijke dans uit het pad van de liefde. Ik ga eerst alles voorlezen. En dan zal ik uh, wat eigen dingen aanvullen. Dus thuis Muriel. Een thuis is de fysieke ruimte of constructie, constructie die onze basis is van waaruit we handelen. Een thuis voorziet ons van al onze fysieke, emotionele en spirituele basisbehoeftes op een zeer primair niveau. Dankzij ons thuis krijgen we een gevoel van veiligheid, stabiliteit en bescherming. Het thuis wordt door ieder individu op vele verschillende niveaus ervaren. Ons eerste thuis is ons lichaam. We kunnen thuis ervaren in de ruimte waar onze directe familie of verzorgers zijn. Als we volwassen worden, kan ons thuis overal zijn waar we ons bevinden. Het kan zich verder ontwikkelen en zich ook uitbreiden tot de nieuwe familie die we zelf creëren. Op een grotere schaal zijn, er, zijn ook onze stad, staat, land en uiteindelijk onze planeet ons thuis. Als we onze band met een van de plaatsen die we zien als thuis verliezen, verliezen we onze band met, ons, met onze basis, ons gevoel van veiligheid, onze verbondenheid met de wereld en uiteindelijk onze plaats in de wereld. Toch zijn we altijd thuis, waar we ook zijn en hoe onze structuren er ook uitzien. Ons belangrijkste primaire thuis ligt in ons lichaam en op deze planeet. En zolang we nog leven, kunnen we aan geen van deze twee plaatsen ontsnappen. Het is voor u misschien tijd om meer aandacht te besteden aan, aan thuis en wat dat betekent voor u. Het is tijd om na te denken over uw basis en alle rommel te verwijderen. Door contact te maken met onze thuisruimte krijgen we meer contact met onszelf. Het is tijd om de oude en blemmerende energieën schoon te maken. En op te ruimen en de tijd en de liefde die u verdient te steken in het creëren van de fysieke ruimte die u op alle niveaus van uw wezen echt steunt en verzorgt. Misschien is het ook, altijd, is het ook tijd om uw oude overtuigingen over het concept thuis los te laten. Waar uw hart is, is uw thuis. Het is de ruimte van liefde, verzorging en steun. Waar u ook bent, met wie u ook bent of waar u ook woont, u kunt thuis, u kunt thuis altijd meenemen in uw hart terwijl u. Over deze planeet wandelt. Die u thuis is. Er zit ook wat informatie over de engel. Dus dat was Muriel. Muriel, de engel van het teken kreeft. Kan worden aangeroepen voor alle zaken betreffende thuis en gezin. Het is ook de engel van emoties en gevoeligheid. Oh, nu heb ik dat ding weggedaan. Ja. Dus dat was de eerste kaart. Ik zal ze nog een keer laten zien. Dan de kaart van de gezamenlijke dans. Geliefde, je bent te lang alleen geweest. Je gemeenschap roept je om, op, om je afzondering nu op te geven en in plaats daarvan mee te doen aan de kosmische polonaise. Weet je wel hoe bijzonder je bent? Zo bijzonder dat deze gemeenschap zonder jou niet hetzelfde zou zijn. De individualiteit en unieke karakter kunnen deze groep, groep zielen die je ten dans alleen maar versterken. Mannen en vrouwen, mensen en geest, hemel en aarde, je gemeenschap is enorm en waardevol en heeft veel met jou te delen. Word omhoog gedeeld ter ere van het ergens bijhoren. Erken <coughs> dat je deel uitmaakt van iets groters. Gaat je hart gloeien door waardering? Dan hoor je erbij. Ben voorbestemd om deel uit te maken van deze grote dans van liefde die op aarde ontstaat. Je hart klopt al op het ritme van de muziek. Deze kaart geeft je raad. Je wordt naar een nieuwe gemeenschap getrokken die meer in lijn staat met je aangeboren spirituele bestemming. Je zult daar meer thuis voelen en je graven en talenten vrijer en met meer steun kunnen delen. Maak een eind aan relaties of situaties waarin je uit angst vastgeklampt hebt. Als ze bedoeld zijn om met jou door te gaan, dan zullen ze blijven. En anders zullen ze wegvallen, waardoor er ruimte komt voor nieuwe contacten die nu in je leven komen. Dit is geen tijd om jezelf te verstoppen achter datgene wat je altijd gekend hebt. Maar het is tijd om open te staan voor het speelse contact met verwante geesten die je binnenkort zult ontmoeten. Gedicht. Toen ik voor jou stond, wist ik dat jij iets voor mij in petto had, ik kon de opwinding voelen. Van onze aanstaande reis, omdat ik daar al eerder was geweest. Ieder mens komt in ons leven met lessen die we, die we misschien zien. En in de weerspiegeling van de andere ik zit de mens die wij kunnen zijn. Uh, ik zal dan nu gewoon mijn eigen ding daarover zeggen. Ik moet even iets opschrijven dat ik dat niet vergeet. Oké. Okay. Uh, dus ik denk dat er vanuit deze twee kaarten, ik zal ze nog alle twee nog een keer laten zien. Wacht, dat gaat niet tegelijk. Dat er een gezamenlijke boodschap is uh, die je samen kunt brengen van het thuis en uh, de, de, de gemeenschap waar je, waar je thuis kunt zijn. Dus ten eerste denk ik dat je vooral je in de eerste instantie wat die kaart ook heeft gezegd, maar nog meer benadrukt moeten worden, is dat je je thuis in jezelf moet voelen. En dat je jezelf moet aanvaarden en dat je niet perfect hoeft te zijn. En ik denk dat als jij uh, de betekenis in elke situatie vindt, zoals God die voor jou heeft bedoeld, en dat jij de diepere betekenis van het hele leven ziet, dat je dan altijd jezelf thuis zult voelen. Want je weet dat God je draagt en dat je een bestemming hebt op deze aarde. En dat ook al gebeuren de negatieve dingen, dat je weet dat er is om jou sterker te maken. Um, en dat je daardoor nog dichter bij God kan geraken. En sommige mensen zullen misschien niet helemaal voor God zijn of vinden dat een raar woord. Maar... Ik spreek dan in een zekere zin over de immanente God, dus onze ziel of onze hogere zelf. Dus dat is niks dat per se buiten staat. Het staat ook buiten je in de transcendente God, maar het is ook binnen in jou. Dus... Heel veel religies zeggen eigenlijk dat we diep van binnen, dat we eigenlijk allemaal goden zijn. En dat we gewoon onze oorsprong zijn vergeten. Dus... Ja... En als je je thuis voelt in jezelf en jezelf kunt aanvaarden zoals je bent, dan voel je je ook niet alleen. Dan voel je je ook niet afgezonderd. En dan zal je ook vanzelf de dingen aantrekken die uh, voor jou bedoeld zijn. En je hebt sowieso altijd een rol in deze wereld. Ik heb er al eens gezegd van het lichaam. Ik denk dat dat van Sint-Paulus was. Dat ieder deel heeft zijn functie in het geheel. Ook als. Um, het is dus niet alleen het hart of het hoofd dat het belangrijkste is, want als de lever niet werkt of de nieren niet werken of de bloedvaten niet werken of de maag en de pancreas of zo niet werken, dan functioneert het geheel ook niet. Ook al zou je kunnen denken dat het hart heel belangrijk is of het hoofd heel erg belangrijk is, alles heeft echt zijn plaats. En vaak voelen wij ons niet waardig vanuit ons. Vanuit ons ego, wij denken dan van we moeten dit zijn of dat zijn voordat we aanvaard zijn. Maar als ik dan de metafoor van God als vader mag toepassen, of als ouder, dan een, een echte goede ouder houdt altijd van zijn kinderen. Of ze nu baby zijn, totler, we zeggen dat in het Nederlands, peuter, kleuter, puber, volwassen. En we zien vaker kleine kinderen zeggen: Oh, ik ben al zes en die, ik kan dit of kan dat. Terwijl we allemaal weten dat de ouder daar eigenlijk niet van onder de indruk is. En dat die gewoon van het kind houdt, omdat het gewoon zijn kind is, omdat het is. En die kijkt meer met charme en onthechting naar dat kind. En het is ons ego die zegt van, oh, ik ben maar zes, of ik ben maar dit, of ik ben, oh, ik ben al twintig, ik ben al volwassen, oh, ik heb een werk, of ik heb een job, of ik heb een, een relatie. Maar oprechte ouders die van hun kinderen houden, kan dat gewoon niks schelen. Ja, ik wil niet zeggen dat het niet kan schelen, maar elke fase heeft zijn charme. En zoals God naar ons kijkt, of we nu baby, kleuter, peuter, uh, school, schoolkind, hoe zeg je dat, uh, schoolgaand kind... Puber, uh, uh, volwassen zijn of zelfs bejaard. We zijn altijd waardig. Maar soms moeten wij ons ontwikkelen en volwassen worden, spiritueel volwassen worden, voordat we die waardigheid kunnen zien die er eigenlijk altijd al is geweest. Want als jij later opeens volwassen bent en jij ziet de dingen zoals God die heeft gezien of zoals je ouders die zouden zien. Dan denk je van, nou ja, natuurlijk was ik, een, was ik een baby, maar kun je jezelf aanvaarden? Want je was gewoon een baby. Dat was gewoon de fase op, waar je op dat moment in was. Dat is geen schande aan. Dus je moet jezelf niet vergelijken met andere mensen die zogenaamd ouder of jonger of wat dan ook zijn. We zijn allemaal hier om te groeien. En we hebben allemaal ons deel in het geheel. En ook het huis heeft zeg maar zijn deel in het geheel. Want zonder het duister is er ook geen licht. Jammer genoeg. Dus iedereen heeft zijn plaats in het geheel. En we nemen gewoon maar onze rol aan om een instrument in Gods handen te zijn. Zodat we bij de ander bepaalde levenslessen kunnen overbrengen. Of anderen bij ons bepaalde levenslessen kunnen overbrengen. Dus je hoeft niet perfect te zijn, je hoeft, niet, je hoeft niet volwassen te zijn, zogenaamd spiritueel gezien. Ik zeg, zeg niet dat je in je kindertijd moet blijven steken, maar voor God heb je altijd waarde. Zoals voor je ouders normaal gesproken ook. Jij bent degene die denkt dat dit of dat moet zijn. Je ouders vinden je altijd tof. Je ouders hebben soms wel zorgen, natuurlijk, omdat ze om jou geven. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet van je houden zoals je bent. En je moet dus ook geen situaties aanvaarden uit angst, zoals werk of relaties. Je moet in je kracht gaan staan en je hart volgen en de zielenroep die in je hart gelegen ligt. En soms moet je daar een lipofeet voor maken om die dromen na te leven. Maar God brengt je altijd op je plek als je Zijn richtlijnen volgt. En daar bedoel ik gewoon mee de diepere stem in je hart of in je ziel. Je zieleroep. De stille stem als je alles stil maakt, die zegt van ja, ik zou dit willen of ik zou dat willen doen of doe nu dit, doe nu dat. Je intuïtie zeg maar. En ja, je kunt nadelen ondervinden als je je dromen volgt. Maar die nadelen zijn er om om je uiteindelijk sterker te maken. En zoals Paulo Coelho dat zegt, als je je dromen niet naleeft, gaat het altijd erger zijn. Ga je altijd meer beschadigd worden dan wanneer je trommen wel naleeft? Want een schip is wel gebouwd, een schip is gebouwd om uit te varen, maar in de haven, ja, daar gebeurt er niks mee. Maar het is niet gebouwd voor in de haven te blijven, zoals ze altijd op Facebook zeggen. En als je je zieleroep volgt, dan trek je vanzelf je gemeenschap aan, waar je thuis hoort. Je moet dus ook je angst overwinnen dat je alleen en niet geliefd zult zijn. Wees moedig. Laat jezelf zien. En durf dat risico nemen. En alle beginnen is moeilijk. Maar uiteindelijk zul je alleen maar blij zijn dat je het toch hebt gedaan. Ik denk dat dit het belangrijkste is wat ik vandaag wilde zeggen. Um, ik ga jullie toch nog een keer vragen om voor mij te bidden. Want ik denk dat dat misschien wel nodig is. Um, een hele fijne week gewenst. En tot volgende week. Dank jullie wel. En oh ja, neem alleen dat mee wat voor jou resoneert. Dus ik probeer voor een zo groot mogelijke groep advies te trekken. Maar het kan niet voor iedereen perfect opgaan. Dus volg wat, wat voor jou goed voelt. Fijne week.